In Nederland weten we over het algemeen veel minder over de Eerste Wereldoorlog dan over de Tweede Wereldoorlog. En dat komt vooral doordat die Tweede Wereldoorlog veel meer impact heeft gehad in Nederland. Tijdens de Eerste Wereldoorlog was Nederland namelijk neutraal. Nederland koos geen kant, het was een van die lichtgele landen op de kaart. En het had al aan de grootmachten laten weten al ver voor de oorlog: wij kiezen geen kant, wij blijven neutraal. Maar als dan in de zomer van 1914 die oorlog uitbreekt, dan mobiliseert ook het Nederlandse leger, want de grenzen van het land die worden voor de zekerheid toch maar extra bewaakt. En gedurende de oorlog, gedurende die vier jaar, wordt die bewaking opgeschroefd en groeit het Nederlandse leger toch nog iets verder. Maar gevochten wordt er in Nederland en door Nederlandse soldaten nooit tijdens de eerste wereldoorlog. Toch heeft Nederland wel last van die oorlog, want die zorgt voor steeds meer handelsbelemmeringen, vooral voor de scheepvaart op de Noordzee. Want er hebben de Engelsen die hebben er allemaal zeemijnen aangebracht om uh, schepen naar Duitsland dwars te zitten. En tegelijkertijd was Duitsland bezig met die zogenaamde onbeperkte duikbotenoorlog, die we al eerder gezien hadden. En daardoor worden ook Nederlandse schepen getroffen die met goederen naar Engeland varen. Ja, en die handelsbelemmeringen die zorgen ervoor dat er dus minder geëxporteerd, minder aan het buitenland verkocht wordt door Nederlandse bedrijven. En tegelijkertijd ook dat er vanuit het buitenland minder grondstoffen en producten naar Nederland kunnen komen. Ja, en dan blijkt dus dat die handelsbelemmeringen uiteindelijk zorgen voor steeds meer werkloosheid. Want de Nederlandse industrie die krijgt dus steeds minder opdrachten uit het buitenland. Nou, daardoor moeten fabrieken sluiten en komt er dus meer werkloosheid. En tegelijkertijd wordt er ook minder voedsel geproduceerd en minder producten gemaakt, omdat er minder grondstoffen zijn die kunnen worden aangevoerd. Ja, en daar moet wel iets aan gebeuren. Want ook al vecht je niet mee, dan heb je toch last van zo'n grote oorlog. En de regering in Den Haag die komt op een gegeven moment met de volgende oplossing: het zogenaamde distributiesysteem. Om ervoor te zorgen dat we niet door al onze voorraden heen gaan en om er vooral ook voor te zorgen dat ook arme mensen nog genoeg producten kunnen kopen, worden producten op de bon gesteld. Producten mogen alleen nog maar met bonkaarten worden gekocht. En dan zie je hier links, zie je daar een voorbeeld van. Iedere burger in Nederland kreeg die en met zo'n bonnetje kon ze dan bij winkel of een bedrijf bijvoorbeeld brood of vlees of zeep of uh, brandstof kopen. Zo zorgde dit distributiesysteem ervoor dat de gevolgen voor de Nederlandse bevolking toch enigszins beperkt werden. In België was dat natuurlijk een heel ander verhaal geweest, want België was eigenlijk net als Nederland ook een neutraal land, maar de Duitsers die hadden vanwege dat von Schlieffenplan gedacht dat ze wel even door België heen konden kopen. Nou ja, dat zorgde er uiteindelijk dus voor dat de Belgen terug moesten gaan vechten en dat de Duitsers grote delen van België bezet hadden. En daarom zie je in 1914 en ook nog in 1915 dat veel Belgen naar Nederland vluchten. Meer dan een miljoen Belgische vluchtelingen die komen in Nederland terecht. En er worden op heel veel plekken in Nederland worden allerlei vluchtelingenkampen opgezet. om die Belgen maar op te kunnen vangen. Aan die grote uitstroom van Belgen naar Nederland komt in 1915 echter een einde. als de Duitsers besluiten om langs de hele Belgisch-Nederlandse grens. de zogenaamde Dodendraad aan te gaan leggen. En dat zie je hier op deze foto ook. Je ziet prikkeldraad. Acht, toen let op, want er staat ook nog onder in kleine letters dat dat hek wat je hier ziet onder hoogspanning staat. Er staat stroom op, en dat is wat de dode draad was. Als je dat hek aan zou raken, dan zou je geëlectrocuteerd kunnen worden. Ja, en door het aanleggen van deze dode draad kwam er dus een einde aan die grote vluchtelingenstroom vanuit België naar Nederland iets heel anders wat ook in Nederland gebeurt in de laatste week eigenlijk nog van die eerste wereldoorlog waar we echt ook even naar moeten gaan kijken. Dat is de zogenaamde revolutiepoging van Troelstra. En Troelstra hebben we in de vorige afspeellijst ook al gezien. Hij was een socialistische leider van de SDAP, de sociaal-democratische arbeiderspartij, en hij wilde net als wat bijvoorbeeld in Rusland was gebeurd, dat er ook in Nederland de communistische samenleving zou komen. In 1917 was de Russische Revolutie uitgebroken, had uiteindelijk de communisten van Lenin de macht overgenomen in Rusland. En Troelstra wilde dat dat dus ook in Nederland zou gebeuren. En hij dacht, door uh, alle ellende die er ook in Nederland was, en door de oorlog en door die Russische Revolutie, dat de tijd nu ook in Nederland rijp was voor een revolutie. Dus hij roept die revolutie uit, maar hij krijgt eigenlijk nauwelijks steun. Hij had echt verwacht dat iedereen massaal de straat op zou gaan en dat de regering omver zou worden geworpen. Maar in plaats daarvan bleven veel Nederlanders juist achter de regering staan. He, steunt het wettig gezag, dat soort pamfletten zag je een heleboel voorbij komen. En Troelstra's revolutie, die mislukt dan ook. En die gaat dan ook de geschiedenisboeken in als Troelstra's vergissing. Nou, en Hoewel Nederland dus neutraal was tijdens de Eerste Wereldoorlog, zie je dat er ook hier van alles gebeurd is.